En wat zou nou mooi zijn als je ook hier werkelijk het geluid van de wieken hoort soeven. En dat zou natuurlijk echt een unieke ervaring zijn. Na bijna 100 jaar gaan er weer wieken draaien in Den Helder. De Helderse Molenstichting heeft vergevorderde plannen voor een replica van een houtzaagmolen die ooit midden in de stad heeft gestaan. Nou, Den Helder heeft een hele rijke geschiedenis en zeker op het gebied van molens. En straten als Molenstraat, Molenplein, Molenvaart herinneren nog allemaal aan de tijd dat Den Helder echt heel veel molens had. Wat we hier zien, dat is nog een echte oude foto van de molen. De Goede Verwachting, zoals we die willen gaan herbouwen op het Vinkentrein. Dus het is echt een hele grote molen. Je ziet ook hoe hoog die boven de huizen uitsteekt. Het is een houtzaagmolen. En je ziet gewoon hoe groot die is. Den Helder is de stad richting de offshore wind. En ook een stuk historie. Daar past juist een molen perfect bij. En juist die aankleding van de stad zou wat dat betreft gewoon ja, echt een opwaardering krijgen. Hier moet hij komen. De replica van houtzaagmolen De Goede Verwachting op het Vinkenterrein in Den Helder. Het is nu nog een open terrein met alleen maar een parkeerterrein en een sportveld. En dat gaat hopelijk eind van het jaar, begin volgend jaar veranderen in bescheiden huizenbouw, moestuinen, sportveld en vanzelfsprekend houtzaagmolen De Goede Verwachting. Er is veel geld nodig voor de nieuwe molen en inwoners van de stad kunnen letterlijk een steentje bijdragen. En een steentje op zich kost een tientje, dus het is redelijk laagdrempelig om mee te kunnen doen. Dus wat dat betreft, ja, ik zou bijna zeggen, ga naar www.deheldersemolen.nl en draag ook je eigen steentje bij in dit unieke project.